Hey jongens en meiden, super gezellig dat je kijkt naar het filmpje van rekenen. We doen vandaag les 12 en we beginnen eventjes aan de achterkant bij de rode kant van de taken. Want we beginnen met een tempo toets met erbij en eraf zoomen. Het is belangrijk dat je dus je werkboek hebt aan de rode kant, dat je een potlood hebt en dat je een timer hebt waar je 2 minuten op kunt zetten. Zet zometeen het filmpje even stil en probeer in 2 minuten tijd zoveel mogelijk van deze sommen te maken. Ben je al eerder klaar dan dat de tijd afgelopen is, dan ga je vast met de startopdracht verder aan de blauwe kant. Ben je niet binnen de tijd klaar, geeft dat ook helemaal niks en dan stop je gewoon als de tijd voorbij is. Oké, zet het filmpje nu maar even stop en ga aan de slag met de tempo toets en daarna met de startopdracht. En dan zie ik je zo weer terug. Succes! Oké, kanjers, ik hoop dat jullie goed je best hebben gedaan met de tempo-toets en dat je ook met de startopdracht aan de slag bent geweest. Deze kijken we even heel gauw samen na. Er stond bij hoeveel euro is het samen. Ik zie hier 2 briefjes van 20, dus dat is samen 40 euro. Hier zie ik 3 briefjes van 10, dat is samen 30 euro. Hier zie ik 3 briefjes van 5, dus 5 erbij 5 erbij 5. Is samen 15 euro. En de laatste, een briefje van 50, zo. En een briefje van 10 is samen 60 euro. Ik hoop dat jij het ook had. Gaan we gelijk verder naar de instructie. Ons doel vandaag is weer dat we oefenen met geld, met bedragen tot 100 euro. En dat je vandaag echt gaat proberen om zo min mogelijk biljetten te gebruiken. Gaan we zo meteen verder mee aan de slag. Eerst mag je even meekijken. Dit zijn biljetten die we allemaal tegenkomen in de les. 50 euro, 20 euro, 10 euro en 5 euro. Hey, en als je goed kijkt, dan zie je, en misschien wist je dat al lang, zie je dat ze allemaal een andere kleur hebben. En dat die van 50 groter is dan die van 20. Dus hoe lager het bedrag, hoe kleiner ook het briefje wordt. De muntjes die we vandaag gebruiken zijn muntjes van 2 en muntjes van 1. Oké, ruim ik dit even allemaal op. Ik stop het gauw in mijn portemonnee. En nu is mijn vraag, heb ik het met zo min mogelijk geld betaald? Let op, want ik wil graag 20 euro betalen en dat doe ik zo. 20 euro. Hé, ik heb 2 briefjes van 10 gebruikt. Heb ik nu zo min mogelijk, dus zo weinig mogelijk briefjes gebruikt? Of had ik het ook anders kunnen doen? Ja, ik hoor jullie al bijna denken. Natuurlijk moet dat anders, juf. Want 20 euro kan je ook met 1 briefje van 20 gebruiken. En dan heb ik er minder. Ik hoop dat je me kunt volgen. Oké. Volgende is dat we 50 euro gaan betalen. 50 euro met zo weinig mogelijk briefjes. Komt-ie. Nog een keer 10. Nog een keer 10. Zo. 50 euro. Heb ik nu zo min mogelijk briefjes gebruikt, denk je? Of had ik het ook anders kunnen doen? Ik had het ook anders kunnen doen, hè? Natuurlijk, want 5 briefjes van 10 is natuurlijk hetzelfde als 1 groot briefje van 50. Dan heb ik zo min mogelijk briefjes gebruikt. Maar het is wel evenveel. Oké, gaan we weer even terug naar ons werkboek. Als het bord meewerkt. Ja, daar is het. Oké. We gaan even samen kijken naar opgave 1. Bij opgave 1 staat bovenaan, wat is evenveel? Je ziet hierboven een rij met kolommen met geld en je ziet hieronder vakken met geld. Je moet kijken welk vakje uit de bovenste rij evenveel is als een vakje uit de onderste rij. We doen er even eentje samen.
Begin bij dit eerste vak. Ik zie een briefje van 20 en een briefje van 10. Dat is samen 30. En zie ik 3 muntjes van 2. Hé, dat is 2 en 2 en 2. Dat is samen 6. Dus hier ligt 36 euro. Nu ga ik hieronder kijken, waar ligt nou nog meer 36 euro? 36 euro, kijk eens even goed mee. Hé, hier 20 en 20, dat is al samen 40. Nee, dat is te veel, want ik moet 36 en 40 is al te veel. Even kijken, de volgende 50 en 20, 70. Nee, dat is ook veel meer dan 36, dus dat is ook niet evenveel. Hé, de volgende. 20 en 10, hey, dat is samen 30. En nog 5 erbij, dat is 35. En nog 1 erbij, dat is 36 euro. Hey, 36 en 36. Dus ik trek een lijn tussen die twee, want dat is evenveel. Oké, nog eentje dan. Eens even tellen. Hoeveel ligt hier in het vak? Ik zie een briefje van 50. En een briefje van 10. Hé, dat is samen 60 euro. En ik zie 2 muntjes van 2. Hé, 2 en 2 is samen 4. Dit was 60, dus 60 en bij 4 is 64. Oké, 64 euro. Dus ik ga hieronder zoeken waar nog meer 64 euro ligt. Oké, ga ik eens eventjes gewoon tellen. 20 en 20. En dat is samen 40. En bij 10. Dat is 50, nog een keer 10 erbij is 60 en nog 2 muntjes van 2. 2 en 2 is samen 4, hé, dit was 60, dit is 4, hé, samen 64. Dit was ook 64, dus deze twee zijn evenveel, dus ik trek een lijn. Nou, er zijn er nog 2 over, die mag je even zelf gaan proberen. Zet het filmpje even op stop en zet hem weer aan als je klaar bent, want dan gaan we samen naar. Hé jongens en meiden, ik hoop dat het gelukt is. Komt-ie, de antwoorden. In dit vak zie je 50 erbij 5 is 55 euro. En 2 en 2 is 4. Hé, 55 erbij 4 is 59 euro. We gaan op zoek naar 59 euro. Dus even kijken of deze klopt. 50 erbij 20 is samen 70. Hé. Dit was 59. Dit is al samen 70, die twee briefjes. Dus dat is veel te veel. Dus die klopt niet. Even kijken of deze klopt. 50. 1, 2, 3, 4 keer 2. Hey, 2 bij 2 is 4. En bij 2 is 6. En bij 2 is 8. En nog 1 erbij is 9. Hé, hey, dit is ook 59 euro. Dus die twee horen bij elkaar, want het is evenveel. Even controleren of de laatste ook klopt. 20 erbij 20. Erbij 20 erbij 20. 20 erbij 20 is 40. Nog een keer 20 erbij is 60. Nog een keer 20 erbij is 80. En een muntje van 2 is 82. Nou, even controleren of dit ook 82 is. Komt ie. 50 erbij 20. Dat is samen 70. Nog een keer 10 erbij is 80. En nog een muntje van 2 is 82. Hé, hey, dat was ook 82. Dus het is evenveel. Dus ik trek een lijn. En dan is opdracht 1 klaar. Gaan we nog even naar opdracht 2. Maak het bedrag. Doe het met zo min mogelijk, dus zo weinig mogelijk, munten en biljetten. Oké, dus mag hieruit kiezen. Maar we moeten zo min mogelijk gebruiken. Oké, we doen de eerste even samen. 43 euro staat er bij het pakketje. 43 euro. Welke muntjes en briefjes moet ik dan gebruiken? Oké, kan ik een briefje van 50 gebruiken? Want ik moet het precies betalen. Hè? Ik moet het precies gepast, dus precies betalen. 43 euro. Kan ik dan een briefje van 50 gebruiken? Nee, hè, want 50 is al te veel. Dus 50 kan niet. Briefje van 20? Dat kan. Ja, briefje van 20. Hé, hey, wat moet er dan nog bij? Nog een briefje van 20? Ja, 20 en 20 is al samen 40. Hé, hey, ik heb al 40 euro. Dus ik
moet nog 3. Wat moet ik nou nog gebruiken zodat ik 3 euro samen heb? Hé, dat is een muntje van 2 volgens mij. En een muntje van 1. 20 en 20 is 40. 2 erbij 1 is 3. Dus 40 erbij 3 is 43 euro. Check. Betaald. Oké. Okay. De volgende 2 mag je even zelf gaan proberen. Let op dat je echt dus zo min mogelijk, dus zo weinig mogelijk muntjes en briefjes gebruikt. En dat het precies klopt. Dat het precies evenveel is. Zet het filmpje even op stop. Maak deze opdracht af. Zet hem weer aan als je klaar bent. Kijken we samen naar. Succes! Zo, heerlijk dat je er weer bent. Gaan we even samen nakijken. Dit pakje is iets duurder dan de eerste. Deze kost namelijk 77 euro. Oké, 77 euro. Eerst het briefje van 50. Hebben we die nodig? Ja, dat kan, hè? Dat kan. 50 euro. Oké. Ik heb al 50, maar ik moet 77. Kan ik dan nog een briefje van 20 erbij doen? 50 en 20. Hoeveel heb ik dan? 50 en 20. Hey, dat is 70. Hey, ik moet 77. Ja, dat kan. Dus 50 en 20 is samen al 70. Nou, ik heb 77, dus ik moet nog 7 euro erbij. Nog 7 euro erbij. Nou, kijk eens even, wat hebben we nog over? Hoe kunnen we 7 euro maken? Zie je het al? Ik zie het. 7 euro, hé, dat is 5. En 2 is samen 7. Hé, deze briefjes waren al samen 70. Dit is samen 7. Dus bij elkaar is het 77 euro. Is gelukt? Foutjes maken geeft ook niks, hè? Dan verbeter je het gewoon eventjes. De laatste. Klein pakketje, 25 euro. 25 euro moeten we bij elkaar. Eens even kijken. Begin even te kijken bij het grootste briefje. Het grootste briefje is 20 euro. Hebben we die nodig? Ja, hè? Het grootste briefje is 20 euro. Dus die hebben we nodig. Oké. Dan moeten we nog 5. Hé, hey, 5 euro. Ik kan het briefje gebruiken, maar ik kan ook 2 erbij 2 erbij 1, want dat is toch ook 5? Ik moet 5. Ho, even denken, wat zei de juf ook alweer? Wat was de opdracht? Doe het met zo min mogelijk munt en biljetten. Hé, hey, maar 1 briefje van 5 is minder biljetten en briefjes dan 3 muntjes. Dus ik kies voor 1 briefje. Want nu heb ik maar 2 briefjes gebruikt. En anders moet ik 1, 2, 3, 4 dingen gebruiken. Maar we moesten zo weinig mogelijk. Dus 20 en 5 is 25 euro. Ik hoop dat je het een beetje kon volgen en dat je het een beetje begrepen hebt. Is het nou toch nog wat lastig? Spoel het filmpje even terug en kijk even nog een keer. Of vraag of papa of mama je nog even extra wil helpen. Dit was de uitleg en de instructie. Je mag even kijken op de planning wat je verder moet gaan maken. Maak de opdrachten die daarop staan. Als je nog tijd over hebt, kun je aan de rode kant nog verder met de taken. Heel veel succes nog vandaag. En tot de volgende keer.